Dus ja. Voor de rest lekker dag houden, even rustig ochtendje houden. Met de tv aan. En dat soort dingetjes. Dus ja. Lekker zo'n dagje. Even vanmorgen rustig wakker worden. Goed, een hele goede morgen mensen, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben Isaac. En ja, vandaag lekker een heel druk programma. Waar ik het eigenlijk helemaal niet mee eens ben. Maar goed. Doen we het toch maar eventjes, want ja, verder privé. Dat wil ik niet te veel over kwijt. Dus ja. Nou dus. Ik kon het voor dat je zou gooien. Om even wakker te worden. Het is al droog. Dat soort dingetjes, dus ja. Voor de rest gaan we gewoon rustig aan in de ochtend. En niet te veel meer doen. Of niet te veel doen. In de volgende episode bedoel ik. En dan zien we zo meteen weer ergens. Ik denk nog even in mijn kamer of zo. Dus tot zo. Goed, ik ben lekker wakker ondertussen. Ik zit lekker tv te kijken, even lekker. En ja. Voor de rest, rustig gaat doen vandaag. Of het droog blijft. Ik heb echt geen idee. Echt niet. Maar goed, het ging over mezelf wel. Het ging over mezelf wel. Dus ja. Voor de rest lekker dag houden. Even het ochtendje houden. Met de tv aan. En dat soort dingetjes. Dus ja. Lekker zo'n dagje. Even vanmorgen rustig wakker worden. Heel fijn dat ik nog steeds voor mezelf werk. Kan ik rustig wakker worden, rustig chillen. Ik hoef niet gelijk in de benen naar je ergens heen te gaan. Dus ja. Dan dus. En voor de rest. Zien we het wel. Wat ik verder doe vandaag. Of een hoop even dat ik niet school kan. Even weer. Nou goed, we zien het wel. Dus, vanmorgen, toen ik kwam, kwam ik voor een verrassing. Dus zijn ook zo, ze zeiden van gewoon, ja, je zit vandaag. Moet je naar huis uit. Zonder mijn toestemming om dat de afspraak te maken. Dan krijgen we vanavond gewoon even mijn contactpersoon toe om dat door te geven. Dus dat echt niet meer moet je doen. Want ik heb er al zo'n schrijtekel aan dat net zo. Zonder mijn toestemming gewoon afspraak maken. Zonder dat ik het weet. Ik word er een beetje moe van. Voortaan even, ik hoop dat we volgende keer wel mijn toestemming vragen. Om hem te lopen. Gewoon, Isaac, wanneer kan jij? Wanneer zei hij, of niet, anders. Wanneer zei hij, je kunt eventueel, bla bla bla. En dan zeg ik wanneer ik kan en wanneer ik niet kan. Of dan dat hij gewoon zo belt of zo. Want ik heb er een beetje moeite mee dat mensen zomaar plekloos voor mij een afspraak maken. Daarom doe ik het ook altijd zelf. Daarom kan ik zelf bij mij ook eigen afspraken namelijk. Want ik word er een beetje moedeloos van om dat lijf te zeggen. Goh, jongens, ik maak zelf mijn eigen afspraken. Ik doe het heus wel. Hij doet het langzamer. En ik moet wel. Dus, ja. Misschien ken je dat wel, dat mensen zomaar
voor jou een afspraak moet inplannen zonder dat jij het weet. Dat je in één keer opstaat en je keer een verandering staat. Goh, nu vandaag ga je dit doen. Ja, weet je, bekijk het dan wel lekker. Even wat je idee. En nu kan ik het natuurlijk niet afzeggen natuurlijk, omdat ik het nu al doorgaat. Als dingetjes een beetje, ik heb er een beetje moeite mee. Misschien kent niemand dat wel, dat is even een beetje onder de comments. Dus ja, goed, ik ga een hapje eten. En dan zien we zo meteen weer, dat vind ik weer. Is dat zo? Dus ja. Dus voeding ook moet letten, ik ook het toch. Van de week of van de week, dus dat komt toch goed. Dus ja. Dan zien we wel wat we verder gaan doen vandaag. Dus tot zo. Nou, ik heb besloten vandaag mijn nachtje thuis blijven, want wegen dat ik vandaag als moest. Moet. Ik dacht van, ach, ik zie het wel wanneer ik naar de huisarts ga. En het zou pas niet zo erg zijn. Want mijn oor was een stuk minder. Mijn gevoel, goed. Dus, ja. Dus dan doen we een energie opbouwen om naar de huisarts te rijden. Is het een of het ander. Dus, voor de niet school, voor het alleen de huisarts. Want, ja, ik had keurig afgemeld bij de school. Zoals het hoort, is te vaak, ik weet het jongens, maar ja. Ik weet toch geen handicap hebben, hè, natuurlijk. Ik kan niet tegen drukte, dus ja. Nou dus, voor de rest, zien we wel wat we vandaag verder gaan doen. Leg geen plannen verder, en ja, dat is. Voor de rest zien we het wel, wat we vandaag verder gaan doen. Dan merk ik het wel. Nou, ik kan lang weg moeten rijden als ik school had willen rijden. En had ik eigenlijk niet om moeten zijn. Maar goed. Dat is. En voor de rest zien we het wel. Dus tot zo ergens. Goed, ik ga gisteren eventjes wegrijden, lekker weg. Ik denk dat ik net al verteld. Even kijken of het nog droog is. Ja, dan hoog. Mooi. Dus dan zien we zo buiten, denk ik. Tot zo. Ik hoef niet veel over te vertellen, denk ik, wat ik ga doen. Want ik heb dat vaak verteld tegen jullie. Dus tot zo. Nou, ik heb weer niet gefilmd daar. Ik heb er niet zoveel zin. Ik hoef niet alles te filmen. Nee, wat geitje, nee. Ik heb weer niet gefilmd, omdat ik dacht van, ja, privacy eventjes. En dat soort dingetjes. En daarom ben ik lekker thuis. Nog eventjes snel off camera even doen. Dus anders duurt het ook langer. Dat is dingetjes. Dus ja, de vlog duurt het al lang. Ook wel leuk tegenwoordig dat de vlog langer duurt. Ga het even een beetje onder in de comments of je het leuk vindt dat de vlog langer duurt. Zo ja, doe dan een duimpje omhoog. Dus ja. Dat is. Het ging goed allemaal bij de huisarts. Ik kreeg wel druppeltjes voor in mijn oor. Ik kom vandaag binnen. Rechts ziet er goed uit, alleen links is er een beetje prut. Dus ja, dat wou ik te veel op met druppeltjes. Dus voor de rest, ja. Dat gaat er verder goed uit, links, alleen rechts. En hoe rechts ziet er goed uit, links niet. Dus ja. Goed, ik ga even een hapje eten. En dan, ja, ik weet nog niet hoe ik ga eten. Dat weet ik eigenlijk nooit. En ja, voor de rest zien we wel wat vandaag we gaan doen. Geen plannen verder meer. Dan zie ik het wel. Dus dat zo naar het eten zou ik zeggen. Goed mensen, ik heb heel gegeten, heb lekker gesmaakt. En ja, voor de rest heb ik een lekkere dag gehad vandaag en niet zoveel gedaan. Beetje dingetjes gedaan thuis. Dus ja, dat is. Voor de rest is het gewoon lekker chill. Zullen we dan ook eventjes deze vlog monteren voor de komende week. Als dingetjes even doen en dan zien we het wel.
Dan ga ik ook vlog ook afsluiten, want dat wordt wel leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik je morgen om 4 uur met een hele nieuwe vlog. En dan zeg ik mensen maar tot later. Doei!